Ruud, ten eerste van harte welkom in Os. Ja, je hebt al een mooie trainingscarrière achter de rug zitten. Waar zit de uitdaging in dit nieuwe project voor jou? Je begint met een mooie carrière, maar je kijkt altijd clichématig vooruit. En daar zit ook de uitdaging in, maar ook met de mensen die hier zijn. Ik denk dat het een warme club is en dat je het echt met elkaar moet gaan doen. Daar zit de uitdaging in en ook, ik ben goed ontvangen, dus heel veel plezier erin. Je zegt al goed ontvangen, is de eerste indruk goed daarmee? Ja, jawel. Je hebt natuurlijk al wat gesprekken gehad met de technisch directeur Linton en wat mensen leren kennen hier, heel vluchtig. Maar ja, Os is voor mij geen onbekende. Hè. Mijn schoonzoon heeft hier gespeeld, dus ik zat hier dan wel eens een paar keer in een andere hoedanigheid. Maar ik ben goed ontvangen en ik heb veel zin in. Ja, volgend jaar zit je dan inderdaad in een andere hoedanigheid. Ja. Je zit op de bank, je mag het team coachen. Hoe kijk je daar alvast naar vooruit? Ja, je staat natuurlijk volgende week beginnen we en dan is het, heb je een behoorlijke periode om te voor te bereiden. Ik denk dat het goed is, na alle hectiek wat hier heeft gespeeld, dat je met nieuwe mensen weer start in de filosofie van de club. En natuurlijk met de supporters en iedereen trachten een leuk en mooi seizoen van te maken. Ik zie je glimlach op je gezicht net. Verraadt het ook dat je hier erg blij mee bent? Ja, sowieso, anders had ik het niet gedaan. Het zou raar zijn als ik hier zou tekenen met tegenzin. Nee, nogmaals, het is mooi en veel zin in met de mensen die hier zijn. En ja, natuurlijk gaat het erom dat je met elkaar een bepaalde kant op gaat. Het fundament neerlegt met elkaar en hopelijk kan ik daar mijn steentje bijdragen. Het moet ook wel snel gegaan zijn voor jou, denk ik, met het korte vertrek van Klaas Wels in ons geheugen. Ja, sowieso. Ik denk dat het iedereen heeft verrast. Hij heeft door zijn persoonlijke beweegredenen, ik hoop dat het allemaal aan die kant dan oké is voor hem. En dat had niemand voorzien. Ja, dan gaat het snel. Dan moet er snel een trainer-coach komen. Nou, contacten werden gelegd, gesprekken werden heel intensief gedaan. En dat heeft geleid dat ik hier sta. Meteen enthousiast? Ja, sowieso. Meteen. Je gaat natuurlijk ook met elkaar de plus en de minnen bekijken. Je weet dat je creatief moet zijn, dat je niet alle middelen hebt, maar de positiviteit is wel. Faciliteiten zijn goed. Wat ik net zei, ik ken de club een beetje. Dus dat is ook mooi. En ik denk dat het ook belangrijk is voor iedereen om gewoon weer fris te beginnen en trachten je doelstellingen te bereiken met het team. Inderdaad. Wat voor type trainer ben je dan eigenlijk? Ben je iemand die graag aanvallend voetbal speelt? Ja, als je terugkijkt naar mijn clubs die ik getraind heb, trachten met de middelen die er zijn, toch wel proberen aanvallend voetbal te spelen. En ik denk dat de laatste jaren wel is gelukt. We zijn net al, je hebt veel ervaring, daarmee heb je ook veel voetbalkennis. Hoe hoop je die te gaan delen met jouw nieuwe ploeg? Ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat er heel veel feedback komt vanuit de groep, dus de spelers die er dan zijn. Want je kan niet alles kopiëren, elk selectie, elke speler is anders en dan kan je wel je denkwijze op loslaten, maar je moet ook met elkaar beginnen en dan zie je snel genoeg wat de ontwikkeling is. Maar goed, in die principes, mij hoor je niet de clichés zeggen van tussen de linies of dit of dat of heel aanvallend of zo. Nee joh, met het team wat er komt ga je inschatten, dit is de manier van spelen, dit is het systeem en waar iedereen zich goed bij voelt, maar wel vooruit als kan, ja. Je hebt al een aantal successen behaald in je trainingscarrière. Wanneer is dit nieuwe hoofdstuk voor jou succesvol? Wat ik net zeg, als ik vanuit mijn functie bij kan dragen, dat de organisatie stabiel wordt, dat er wat meer dat er structuur in komt. Maar ik ben natuurlijk voor het technisch gebeuren op het veld. Dus ook dat je spelers kan laten ontwikkelen en met het team kan presteren naar de mogelijkheden die je hebt. Dus ook herkenbaar in je manier van spelen. Ja, dan zijn we al een heel eind op weg, vind ik. En dat stemt mij het meest tevreden. En dat natuurlijk samen met je staf en de mensen die daarachter zitten. Dus dinsdag, eerste training, vol goede moed het seizoen starten? Ja, sowieso. Veel zin in. En vol goede moed. En tuurlijk zal in die hele periode, maar dat is bij elke BVO, zullen de spelers komen en gaan. En zullen we kijken waar we dan uiteindelijk staan. Maar vol goede moed en heel veel zin. En je merkt het ook wel, want het mobieltje staat alweer
weer roodgloeiend. Dus mensen zeggen van nou, goede keuze. Dus dat zegt ook wel eens genoeg. Dat er een aantal zeggen van nou, dit is een leuke club, mooie club, warme club. Mensen kunnen zich ontwikkelen, voelen zich goed. Supporters staan achter de club. Dat is ook fijn toch, dat je gewoon een lekkere positieve vibe meteen kan beginnen? Ja, vind ik wel. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor de mensen hier. Want het was een beetje hectisch natuurlijk. En nou ja, daarom sta ik hier ook. En nou, hopelijk gaat het dadelijk gebeuren dat we steeds beter functioneren. Heel veel succes dit seizoen, Ruud. Dankjewel.